Wim Schuurs uit Berkel en Schot werkte in 1984 mee aan de bouw van de replica. Hij is beeldhouwer. We mochten er 9 maanden over doen. En dat hield in dat we, mijn vrouw en ik, die hebben er ongeveer elke 4.500 uur aan besteed om die beelden te maken. Dat hebben we wel met veel plezier gedaan. En ergens een klein beetje trots, maar niet dat we dan naar zijn schoenen zijn gelopen. En zo maakte hij tientallen van deze beelden voor het schip. Ik kon deze in een dag of 3, 6 machinaal voorbereiden. En dan moet je rekenen dat er nog een dag of 3, 4 aan zat om het handmatig verder af te werken. Toen het schip klaar was, ging het naar Japan. Daar lag het jaren aangemeerd in het Holland Village themapark vlakbij Nagasaki. Totdat de eigenaar van Libema in Drunen, Dirk Lips, het schip kocht in 2003 en het over liet varen. Japanners die hebben een houding, als je dat woord mag gebruiken. Ze kopen iets, doen er vervolgens nooit meer iets aan, tot het in elkaar stort en dan koop je iets nieuw. Dus ja, en als je dat in je gedachtenbeeld meeneemt, kun je wel ongeveer voorstellen hoe de Prins Willem eraan toe was. En dus is er onderhoud aangepleegd? Er is heel veel onderhoud aangepleegd. En dat werd gedaan door technische mensen, schilders en kunstenaars. Met een schip van 68 meter hoog en 55 meter lang waren ze wel even zoet. Je praat over 7 kilometer kitvoeg. We hebben een aantal masten vervangen door aluminiummasten. Ja, het blijft een replica, hè? En we hebben daar inderdaad toch heel veel werk met z'n allen inderdaad verzet. Wat een ploeg kunstenaars uit Tilburg, die hebben die beelden echt opnieuw geboetseerd. En een groep decorschilders, die hebben alles gepatineerd en geschilderd in oude kleuren. Dus er waren gewoon hele brokken overal afgebroken. En dat moest er dus aangeboetseerd worden. Jarenlang lag het schip in een park van Libema in Den Helder, tot vorige week woensdagavond. En als je je dan ook nog eens realiseert dat van alle restauratiewerkzaamheden we steeds hebben gezegd, nou die beeldjes voorin laat maar even zitten, dat doen we op het laatst wel. Dan is dus het enige wat over is datgene wat we niet gerestaureerd hebben. Ja, dat is wel heel erg triest, moet ik zeggen. Dat zal ik nooit vergeten en daarom vind ik het ook wel heel erg dat zeg maar, het resultaat van al die inspanningen dat nou in rook is opgegaan.